Wat is nu ontspannender om even lekker te graven in de grond? Je kunt het natuurlijk overdrijven, en maar graven, graven, graven. En voor je het weet, dan... ...wat je eigenlijk niet wilde. Oftewel, wat is er allemaal daar onder onze voeten? Goed, we kijken eerst even de aarde en de buitenste rand daaromheen. De buitenste rand, dat is de aardkorst. Aardkorst ongeveer 40 kilometer dik. En als je dat vergelijkt met de diameter van de aarde, 13.000 kilometer, dan is het natuurlijk peanuts. Je zou zeggen, van, nou, als je even graaft, dan ben je er wel. Maar, kijk, als je bekijkt wat de mens heeft gepresteerd, een super diep boorgat, maar dat super diep boorgat is slechts 12 kilometer diep. Dus wat dat betreft, die 40 kilometer, die hebben we dus bij lange na nog niet gehaald. Dus een 40 kilometer, en als je aan het graven bent, dan zal de temperatuur toenemen hoe dieper je komt. En die temperatuur die kan wel toenemen tot 700 graden Celsius. Graaf je nog iets verder, dan kom je buiten de aardkorst en dan kom je binnen in de buitenmantel van de aarde. En de buitenmantel van de aarde, die gaat door tot een 900 kilometer diepte. Ook hier zal de temperatuur weer verder toenemen en neemt toe tot een 3000 graden Celsius. Een ander iets is dat als je op die diepte zit, dan heb je ook te maken met een grotere druk. Ja, de druk die op die diepte is, die varieert van 2 tot 20 gigapascal. Giga, 10 tot de macht 9. En bij zulke grote drukken, ondanks dat het een 3000 graden Celsius is, heb je bij die 20 gigapascal, zal het materiaal wel vast zijn. En bij 2 gigapascal is het vloeibaar. Dus het is een beetje vloeibaar vast geheel daar. In deze buitenmantel vind je dan ook het magma. Magma vloeibaar gesteente. En als er ergens een gaatje in de aarde zit, dan krijg je dus daar een vuurspuwende vulkaan. En als magma naar buiten komt, dan wordt het lava genoemd. Ja, maar magma en lava is eigenlijk hetzelfde, alleen lava, dat is dus wat naar buiten toe wordt gedaan. Verder naar binnen. We hadden de buitenmantel, dus waar hebben we nu precies de binnenmantel? En de binnenmantel, die gaat nog verder de diepte in. 2900 kilometer, alsof het niks is. De temperatuur neemt natuurlijk ook weer op. 5000 graden Celsius. En vanzelfsprekend is de druk ook veel en veel groter. Die loopt op naar 140 gigapascal. Buitenmantel en binnenmantel, die worden trouwens vaak ook wel eens samengenomen. Dat wordt dan de aardmantel genoemd. Aardmantel is dus in feite een samenvoeging van de buiten- en de binnenmantel. We gaan weer een stukje verder en je komt dan in de buitenkern van de aarde terecht. De buitenkern, dat gaat tot een 5100 kilometer diepte. Nog weer een stukje heter, 6300 graden Celsius. En de druk is 140 tot 310 gigapascal. Ontzettend veel. Je hebt in deze buitenkern vooral nikkel en ijzer en dat is daar in vloeibare vorm. En dan heb je dus het volgende, dat de buitenkern, die is natuurlijk heter dan de aardmantel en dan krijg je opwarming van de aardmantel. In de aardmantel is zo'n, daar zit magma in. Hè? En als je iets opwarmt, dan stijgt het dus omhoog. Maar als het omhoog stijgt, dan koelt het natuurlijk weer af. En als het afkoelt, dan gaat het weer naar beneden toe. En dan krijg je dus daar dat het een cyclus is. En je hebt daar een roulatie van dat vloeibaar gesteente. En dat is overal in de aardmantel aanwezig. En die roulaties, dat wordt genoemd de convectie. Je hebt daar sprake van convectiestroming. Die zullen we later nog wel weer eens een keer tegenkomen in bewegingen van de aarde. Maar goed, nu is het alleen de convectiestroming. En het allerbinnenste van de aarde, hier helgeel,
Dat is de binnenkern. En de binnenkern die is 6350 kilometer diep. Ja, je snapt het natuurlijk, het is precies de helft van de diameter van de aarde. Ja. En in de binnenkern is de temperatuur, ja, die kan oplopen tot 6700 graden Celsius. En hier binnen is de druk gigantisch groot. En omdat het zo groot is, zal het ook een vaste vorm zijn. Ja, dus de binnenkern van de aarde is vast. En in de buitenkern heb je natuurlijk ook weer zo'n soort convectiestroming. En die convectiestroming in de buitenkern, dat wordt gedaan dus door die ijzer- en nikkel-ionen. Ja, het zijn geen ijzer- en nikkel-atomen, maar ze zijn geïoniseerd. En betekent dus dat het ladingen zijn die gaan stromen. En een lading die stroomt, ja, wat veroorzaakt dat? Ik hoop dat je dat nog weet. Dat veroorzaakt magnetisme. Ja, oftewel, dat is een van de oorzaken dat er een magnetisch veld is rond de aarde. Ja, dat is dus omdat die nikkel- en ijzerkernen daar een convectiestroming uitvoeren. Goed, wat hebben we er allemaal aan? Nou, hier hebben we weer een stukje aarde, de aardkorst. Maar die aardkorst, wat zit er allemaal onder? Nou, dat is niet zo'n mooi egaal stukje. Nee, het zijn allemaal lagen van verschillende soorten grondsoorten. En daar wordt onderzoek naar gedaan. Kijk, ja, we sturen even een autootje erheen. En we zetten een stuk of wat, ja, je kunt het luidsprekers noemen. Ja, die luidsprekers die worden genoemd geofoons. Nou, dat wagentje heeft nog meer in zijn mars. Namelijk, die kan behoorlijk hard stampen. Dus die stampt een paar keer flink op de grond, zodat er een geluidstrilling naar beneden gaat. En die geluidstrilling die wordt op verschillende manieren weerkaatst. Bij iedere grondlaag zal weer een deel weerkaatst worden en dat wordt opgevangen door al die geofoons. En door die tijdsverschillen op te meten, krijg je een beetje beeld van wat er allemaal onder de grond zit. En dan krijg je dit soort plaatjes. Ja, een behoorlijk cryptisch iets, hè, maar je ziet wel dat er verschillende lagen zijn die hier ingetekend zijn. Dit is een seismogram. Ja, en de techniek die gebruikt wordt om zo'n beeld van de laag, de grondlaag te krijgen, dat wordt seismiek genoemd. En dat is ontzettend belangrijk, want met die seismiek kunnen bijvoorbeeld diverse olievoorraden, gasvoorraden, water, etc. allemaal opgespoord worden. Ja, dus seismiek is een belangrijke onderzoeksmethode om het inwendige van de aarde te onderzoeken. En je kunt een stukje literatuur. Ja, lees het eventjes. Dit is een klein stukje uit Jules Verne naar het middelpunt der aarde. En in het boek gaat die archeoloog, die Arne Saknussemm, die gaat ergens in IJsland van start. En via heel veel omzwervingen komt hij tenslotte via weer een krater in Italië naar boven toe. En het is wel grappig natuurlijk, want hij zegt van, en u zal het middelpunt der aarde bereiken. Nou, je snapt natuurlijk wel van, bij lange na niet. Maar het is wel een leuk boek. En ik zou zeggen, pak er een bij, want je hebt nu wel de tijd, want het is weer voorbij.